Nou, ik weet wat de rol is. En misschien nu met de vet gaan praten? Zelda Romans. Romans. Link's Awakening. Ja, daar komt... Dan zou ik... Nee, daar komt Zelda ook niet voor, want het is maar een droom. Ja? Ja. Het zijn ook echt de spellen waar Zelda niet in voorkomt. Waar die niet in wordt gekend, zoals. Ja. Ik ga mijn paard roepen. Misschien komt hij wel. Ik denk alleen niet dat het werkt. Maar goed. Ik ga nog niet meer aanpraten. Ben je lang helemaal mee? En... Moet ik nou weer terug? Zitten we niet op de letter, ik zit te filmen. Dan moet ik nou weer terug naar die vrouw van de Hidden Village, of? Dan moet ik ergens anders naartoe. Ik ben het weer helemaal kwijt. Misschien moet ik wel eens leren lezen. Ik kan nog wel eens helpen. Klein kopje. Ja, dan gaan we weer, hè? Zijn al best zo een Zorg wel. Is het niet Bruto? Ja, als je het op die manier gaat bekijken, dan lijkt het, ja. Karel! Grote vriend. Wacht. Of zou ik met Telmen moeten? Melon, het is van Bruno's. Ja. Oh, volgens mij helpt misschien wel een klein beetje lag. Oké. Oh. Of niet, wacht, ik doe het wel even anders. Oh, dan zie je allemaal icoontjes en zo. Super. Echt, ik weet niet wat er ineens mis is met mijn mediacenter, maar hij loopt de hele tijd heel vervelend te doen. Wat? Nee, ik wil geen... Ga weg. Ik wil gewoon naar live tv. Ik huurde zegt ook. Ja, klopt ja. Ja, we zijn er weer. Dans met game. Geluid is trouwens ook weer prima, of... Want dan weet ik dat het echt van mijn media player afkomt. Zo vaak? Ja, media player is sowieso al zo'n ding of, dat gewoon media echt player, standaard... Media center bedoel ik trouwens. Niet media player. Allebei hetzelfde, toch? Nee. Oh, echt wel. Ze zijn allebei media in hun naam. En ze allebei van Windows volgens mij ook. Ja, ja, Windows Media Center, Windows Media Player. Dat was inderdaad de route al. Maar ik weet niet wat mijn center vandaag heeft, maar het, hij doet het moeilijk. Close enough. Ja. Ah ja, de Mortal Draw. Ja, pak dan niet je zwaard, want die heb je niet nodig bij de Mortal Draw. De Melon. Dan moet je er wel juist het begin voor hebben. En om die begin goed te krijgen, dan ben je even weer bezig. Uiteindelijk kwam het erop neer dat ik mijn, mijn PC vier keer opnieuw had moeten starten voordat die werkte. Hou er niet vrolijk van, zeg maar. Met een SSD valt het trouwens wel mee. Snel opgestart. Holy damn! Die zijn ineens me veel!
volgens mij heb ik deze nooit geleerd. Het kan wel kloppen, want deze had ik niet. Deze skill heb ik of die dingen heb ik niet geleerd. Of die steen. Oude farmers heet. Maybe we meet again, ja, want er is nog één skill als het goed is. Het zijn er 7. Ik vind dat ze daar trouwens de volgende zelda ook wel weer iets mee mogen doen. Met die soort technieks. Die zijn wel echt heel vet. De meeste, in ieder geval. Ja, oké, maar je kunt niet echt een random soort technieks gaan bedenken. Er zijn gewoon een standaard aantal, laat maar zeggen. En... Ja, maar goed, bij TQ hebben ze dat... Is het ze wel gelukt, zeg maar. En ja, er zijn toch met zwaardvechten zijn er toch nog wel wat combinaties die je kan bedenken. True. Ik vind eigenlijk dat ze dat gewoon moeten doen. Ja, volgens mij hebben ze dat echt bijna allemaal al waarom gebruikt, is Link aan het shuffelen? Nee, oké. Okay. Dat zag er echt episch uit trouwens, maar ja. Ik heb 3 kills en 11 minion kills. En je bent support. Yep. Oké. Ik ben een tactisch support. Tactical support. Tell me your secrets. Het is pittig. Ik heb zelf ook nog maar half goed gedaan. En gelukkig hebben ze een tutorial daarvoor. Ja, inderdaad, Dana. Je kunt gewoon een tutorial gewoon opzoeken op internet. Google is your friend. True. Oh, why don't you go show your face? Ja, maar... Dat snap ik. Ja, daar, maar dat kun je inderdaad eten. Google. Als je het goed genoeg doet, wel. Lief eraan, als je een recept denkt dat je Google noemt, kun je het vast wel eten. Het is net zoals noedel, alleen dan is het met een G. Met 2 G's bedoel je? Ja, dat zeg ik. Ik dacht deze 1 G. Zo zou ik 1 G gebruiken. Noedel met een G? Wat maakt dat uit? Een goedel. Ja, een goedel, ja. Ja, dat heb ik net gedaan. En een soort van die power in je rot terug moeten krijgen ofzo? Of moet je daar dan weer iets speciaals voor doen? Ik denk beide. I'd sure like to help the lady enter. Of moet ik me toch weer terug? Nee, ik ga wel weg. Waarschijnlijk is dat toch waar ik naartoe moet, zeg maar. Dus ja. Ik ga de Sky Temple niet meer halen, helaas. Ik ben er te lang voor bezig. Oh crap, ze zit in onze basis. Oh, dat is niet heel handig. Nou, je hebt nog niet verloren in principe. Nog niet, nee. We hebben het wel eens gehad dat we helemaal zo ongeslagen. Leuk, joh. Ja, dat zijn wij ook. Ze stonden met z'n 3 in onze basis. Nexus is nu gewoon serieus nog bijna full health met de regeneration die heeft. En wij zijn ook gewoon helemaal doorgeperst naar hun basis. Zij zijn via het midden gegaan en wij via de linkerkant zo ongeveer. Via top, top. Ja. All your base are belong to us. Stomme spinnetjes.
ja, weet je wat? Ik ga lekker eerst even sidequesten, want dat is leuk. Oké. En dit is toch serieus. Oké, lol, ik heb gewoon echt zo lang niks met mijn Heart of Gold en Philosopher's Stone gedaan, dat ze allebei ruim 1k goud op hebben staan. Oké. Emiel, dat heb ik als goed al vaker gezegd. Doe eens een gok. Dat vind ik wel leuk. 12. Waarom moet je het nou weer voor zeggen? Sorry. Jij ook, Jess, waarom? Oh. 1-4 voor Utrecht. Oké. Goed bezig, Utrecht. Utrecht, die gekste jongen. Ik durf nooit te gokken. Hey, mag hoor. Ik vind het niet erg. Gok maar. Ik denk dat ik toch niet heel ver naast wil zitten over het algemeen. Ja, in beeld is rijk. Hij durft gewoon nooit te gokken, dus hij verliest ook niks. Doe gewoon een gok, Emiel. Niet zo flauw doen. Kom op. Ja, Ricardo. Ik ben 12. Emiel, heb je dit opgezocht? Oh, je troll. Maar hij heeft wel gelijk. Ja, dat krijg je eens opzoek. Ik kijk gewoon op mijn... Ja, Facebook of Skype zal het geweest zijn. Oh, Emiel, dat geeft helemaal niet. Dat is juist tof. Ik ben waarschijnlijk... Nou, ik ben niet de jongste. Hey! KKCel. Blijf je van Karel af? KKCel? Oké. Ja. Dijken! Ik wil het zeggen, we hebben Insomnia nog. Dat is eigenlijk best wel waar. Hè. Insomnia is de oudste. Grootvader John, ja. Nou, Emiel, geestelijk ben je toch onze vader, hoor. Vind ik dan. Emiel is geestelijk onze vader, oh mijn god. Nou ja, wees blij dat hij niet je letterlijke vader is. Nee, dan zou hij al awesome geweest zijn. Dat is wel waar. Maar dan zou hij ook op een hele jonge leeftijd ook kinderen hebben gehad. Dat zou vreemd. That would be awkward and weird. Ja, het is in ieder geval beter dan dat ze in South Park hebben. Daar is de moeder van Cartman nog wel serieus ook zijn vader.